Goed dat je kijkt naar deel 2 van Brabant 10 on Tour. Vanuit het Brakke Festival hier in Breda. Maar liefst 5 dagen lang kunnen kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar plezier maken, spel spelen en creatief bezig zijn. En was jij daarbij, dan zie je jezelf misschien nu wel terug. Vrijwilliger hier bij de Brakke. Hoe kwam je hier terecht? Een vriendin van mij die heeft vorig jaar hier ook het festival gedaan. En die kwam naar mij en die zei, oh, dat is zo leuk, hè? Al die kinderen en ja, ze zijn allemaal zo lief en leuk gewoon allemaal om te doen. Je moet volgend jaar ook meedoen. Dus ik dacht, ja, ik kan heel goed met kinderen omgaan. Ik heb een stage meegelopen en ik denk, ja, kinderen is toch iets wat ik later wil gaan doen. Ja, dus toen dacht ik van, nou, dan ga ik mee. 5 dagen? Ja, 5 dagen. We zouden eigenlijk alleen maandag, dinsdag doen. Woensdag zou even rust nemen. En dan donderdag, vrijdag. Maar dat hebben we gewoon bedacht van, ja, het is zo leuk. We gaan gewoon heel de week gaan we dat gewoon doen. Hoe oud ben je? Ik ben het laatste ben ik 15 geworden. Dus ja. Wat is dan precies jouw taak, die 5 dagen? Ik doe sport en spel. Dat zijn al die dingen, luchtkussens en zo en voetbal. En ik sta sinds gisteren heb ik bij het NAC voetbal gestaan en daar sta ik nu weer. En elke pauze moet je hebt pauze dan heb je een kwartiertje of een half uurtje pauze. En dan moet je naar de teamleider en die zegt dan van ja, nu moet je daar staan of nu mag je weer terug naar je oude plek. Dus dat is eigenlijk altijd verschillend. Hoe heet je? Demi. Demi, en hoe laat is het? Bijna 12 uur. Dus is het tijd voor een boterham, denk ik. En nou wil ik wel eens weten wat jij mee hebt gekregen van mama. Een broodje. Laat zien. Oh, lekker. En wat zit erop? Worst. Dit zijn je vriendinnen. Maar die vriendinnen zitten aan de patatjes. Ja. Dat is wel heel lekker, hè? Het is 12 uur. Jullie gaan even lekker eten met z'n allen. Ja. Hoe vinden jullie het nu, tot nu toe? Leuk. Wat is er zo leuk? Dat je allemaal leuke dingen kan doen. Wat hebben jullie al gedaan? Geschilderd. In de haai. En verder weet ik het niet meer. Weet jij het nog? Nee. Te veel eigenlijk. Maar hebben jullie geen boterhammen bij, net zoals Demi? Ja. Maar jullie hadden toch even zin in een frietje? Ja. Oh, is het lekker? Ja, we zijn met 6 kinderen. 6? En 1 frietje? Maar er komen nog 3 kinderen aan dadelijk. Oh. Take only what you need from it.
hier bij de Brakke? Leuk. Leuk. Keileuk. Keileuk, ja. Wat hebben jullie al gedaan? Op de springkast. Ja. Wat heb je allemaal voor lekkers bij? Wat heb je van mama meegekregen? Veel. Oh, ho, ho, ho. Chips zie ik. Ik zie drinken een heleboel. Ja, 3 bakjes. Oh, lekker zeg. Deze 4 dames zijn ergens op aan het wachten. Waar zijn jullie op aan het wachten? Op een interview. Wat willen jullie vertellen dan? Dat we knap zijn. Ja. Laat maar even naar de mensen zien dan. Kijk maar even naar de mensen. Zeg, wie ben jij? Aisha. Aisha, je bent een prachtig bloemstuk aan het maken. Ik vind het heel mooi. Vind jij het ook mooi? Ja. En waarom vind je het nou zo leuk om dit te doen? Nou, dan kan ik er allemaal eentje voor oma en mama maken. Voor wie wordt jouw bloemetje? Voor mama. En waarom voor mama? Omdat ze dat mooi vindt. En waar houdt mama van wat voor bloemetjes? Van rozen. En best wel van alle bloemen. Wat ga je nog meer knutselen vandaag? Ik ga ook naar koekjes bakken. Het is druk hoor, bij koekjes bakken. Ja, dat weet ik. Iedereen wil koekjes bakken. Ja. Ik heb het ook al gedaan. Ja? Hartjeskoekjes. Leuk. Hey, veel plezier nog, dames. Lukt het, Aisha? Oh. Si tu la parla mi es americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come da bene in cape di I love you. Papà l'americano. Mare, ik ben Marcia. Oh. Hoeveel jaar ben jij? 7. 26. 26. Hey, en Mare, wat ben jij aan het doen hier? Oh, maken. Mooie sieraden maken. Maar is die al af? Ja. Echt? Nee. Zal ik hem even kijken? Zo ziet hij er dan uit. Ja. Wat vind je ervan? Niet zo. Niet zo? Moet wel. Ja, zo. Wel in de microfoon praten, hè? Anders horen de mensen je thuis niet. Vind je hem mooi of niet mooi? Wel mooi. Ik ook. Kijk dan, dat is zo prachtig. Helemaal zelf gedaan. Ja. Een pareltje wil je er graag aan en een schelp. Oké. Doe ik het voor jou even? Ja. Wil je later ook presentatrice worden? Ja. Ja? Maar vind je het leuk vandaag? Ja. Waarom? Omdat jij zo lief bent. Ben ik lief? Maar ik vind jou ook een schat hoor. Alles is ook een fijn. Het is moeilijk om het eraan te krijgen. Ja. Het is moeilijk. Ik ben nog nooit geïnterviewd. Nee. Het is voor de eerste keer dat jij mij interviewt. Hier zit iets in. Oh. Kan je er doorheen kijken? Nee, hè? Er zit iets in. We gaan even de ketting testen, Mare.
Ik ga hem even omdoen bij jou. Zo, een beetje zo. En kijk eens of je hem mooi vindt. Vind je hem mooi? Kijk maar naar de ketting. Ja? Vind jij hem mooi? Ja, jullie vinden hem ook mooi? De meiden vinden hem ook mooi. Oké. Gaan we even tegen de mensen zeggen doei? Oké. Doei! Doei. Mag ik dan de microfoon terug? Ja. Geef ik je een hand, want ik vond het heel leuk met je. Je was een goede verslaggever. Doei! Hey Ashley, waar ben jij? Wij zijn nu bij het Brakkenfestival. En we hebben al heel veel dingen gedaan. Zoals bloemschikken, schilderen, we zijn op springkussens geweest. En we hebben koekjes gebakken. Dat was echt heel leuk, je moet ook komen. Ja. Hoi pap, met Lotte. Wil je me dadelijk komen ophalen? Ik heb bijna alles al gedaan. Ashley, waarom ben je naar thuis? Kom hierheen. Hoi mama, wij zijn bij het Brakkenfestival. Het is hier heel leuk, er zijn heel veel leuke dingen te doen. En we hebben al geschilderd en in de haai durfde ik ook. Het was echt heel leuk. Doei! Doei! Hoi, ik ben Lente. Ik ga nu mijn zus spelen. Hoi, Sterren. Hoi Sterren, kom, waar ben jij? Ik ben bij het Brakkenfestival. Ben je thuis? Kom naar het Brakkenfestival. Hallo, met Bram. Ja, het Brakkenfestival is heel leuk. Ja, ja. Ja, ik heb lekker gegeten, leuke dingen gedaan. Ik heb een ketting voor je gemaakt en ja, het is wel leuk. We hebben ook friet gekocht. Met een kaasvlees. Dat was heel lekker. En Rosalie met een... En ook met een kaasvlees. Doei. Doei. Hey Marianne, bij jou zit het Brakkenfestival in je bloed. Inderdaad, het is echt een verslaving. Hoe komt dat? Hoe komt dat? Ja, het Brakkenfestival, kinderen spelen. Ik hou zelf enorm veel van kinderen. Ik heb het ook als mijn werk gedaan. Ik heb in de zetverpleging gewerkt, altijd met kinderen bezig. Ik ben dus 13 jaar terug, ben ik als vrijwilliger begonnen bij het Brakkenfestival. Enorm leuk. Het is een verslaving geworden. En van mijn hobby heb ik mijn beroep mogen maken. 1500 kinderen is natuurlijk niet niks. Er komen ook dingen bij kijken. Veel plezier natuurlijk. Maar wat zijn randvoorwaarden waar je als organisatie goed rekening mee moet houden? Nou, we moeten er sowieso op letten dat het een veilig evenement is. Dat alle spullen die hier geleverd worden aan de veiligheidsnormen voldoen. We moeten erop letten dat iedere vrijwilliger die hier rondloopt, dat die getraind is. Dat die moet weten wat ze moeten doen als er iets gebeurt. We zorgen dat we 6 mensen politie in huis hebben. Dat we de brandweer over de vloer hebben. Dat we EHBO'ers hebben. En alle mensen die bij ons in het bestuur zitten zijn voorzien van alle cursussen en alle diploma's die nodig zijn voor een evenement te organiseren. Dan wordt er €5 entree betaald, als ik me niet vergis. En voor de helft als je een Breda-pas hebt? Bijna goed. Als je een Breda-pas hebt, is het gratis. De gemeente vond het Brakkenfestival ook zo'n geweldig evenement dat het toegankelijk moet zijn voor alle kinderen in Breda. Dus alle kinderen, en dan verstaan we dan ook ouders die een Breda-pas hebben, de kinderen mogen gratis naar binnen, dat zij ook mee kunnen doen aan deze leuke week. Zoeken jullie voor volgend jaar nog vrijwilligers? Altijd welkom. Hoe meer vrijwilligers, hoe meer kinderen dat wij een hele leuk kunnen bezorgen. Alle nieuwe ideetjes opgedaan voor volgend jaar? Ja, maar die blijven natuurlijk even geheim. Ieder jaar hebben we weer nieuwe dingen, bijzondere dingen. En we gaan steeds groeien, we blijven groeien. Sponsors komen spontaan op ons af, dus wij komen er wel. Dat denk ik ook, dankjewel. Okay. Graag gedaan. I can be a freak. Knieën moet tillen. I can be a freak. Kom stampen, kom op, hou op. Okay, let's go. You go up, stay. Who's the next? Okay. Nou, dat was het. Valentin on tour. Bij de Brakken. Doei! Nou, je hebt het gehoord. Tot ziens!